Sylvie Meijs heeft onlangs haar relatie met ondernemer Wim Beelen beëindigd. En nu krijgt ze een stevige tik op de vingers van de bekende Duitse presentatrice Barbara Schöneberger. Barbara begrijpt niet waarom Sylvie haar liefdesleven telkens zo snel publiek maakt. In haar eigen podcast uit ze haar verbazing over Sylvie's keuzes en benadrukt ze dat Sylvie een succesvolle zakenvrouw is, die niet per se met een man aan haar zijde over de rode loper hoeft te schrijden. Naar mijn mening maakt Sylvie haar relaties te snel openbaar, verklaart Barbara deze week in haar podcast. Ze zou juist in alle rust op zoek moeten gaan naar de juiste partner. Telkens weer openlijk verkondigen dat het liefde is en meteen samen de schijnwerpers opzoeken. Dat zou voor mij te risicovol zijn.